Vandaag hebben we Frits Grins te gast, dichter en schrijver. Onlangs is zijn boek uitgekomen, Een Roos Vol Splinters. Welkom Frits. Frans. Je bent ook stadsdichter van de gemeente Leudal. En dat is interessant, want Leudal is geen stad, maar toch heet het stadsdichter. Omdat het, de term stadsdichter is eigenlijk een algemeen begrip. En dan heeft het niet mee te maken of het, over een grote gemeente gaat of een kleine. Of een gemeente met stadsrechten, want dat zou het eigenlijk alleen maar moeten zijn. Maar het is gewoon een algemeen begrip. Dus de stadsdichter van Leudal is net als de stadsdichter van Sittard of Weert. Naast dichter ben je ook, dicht is eigenlijk ook een vorm van schrijven. Ja. Maar je schrijft columns en toneelstukken. Ja. En je schrijft boeken. En dan heb je je derde roman geschreven, Een Roos Vol Splinters. Ja. Kun je iets vertellen over het boek? Waar gaat het over? Het gaat over de volwassenwording van een 17-jarig meisje dat in een tamelijk conservatief huishouden woont. Het speelt zich, begint in de jaren 70, eind jaren 70. En die op de 17e wordt verkracht. En vanaf dat moment komt er een leven van de ene kant in een stroomversnelling. Er verandert en gebeurt heel veel. En van de andere kant staat het ook stil. Omdat ze maar niet over die verkrachting heen komt. En daar vindt ze thuis ook geen begrip voor. Laat staan steun. Eigenlijk bij niemand. Bij op school niet. Bij de hulpverleners. Nou, eigenlijk niet. Bij de dokter niet. Bij de psycholoog niet. Enzovoorts. Dus ze staat van de ene kant helemaal alleen na volwassenwording en ook stil vanwege die verkrachting. En van de andere kant gebeurt er in het huishouden dat helemaal dichtgeslagen is vanwege de geheimen die iedereen voor zichzelf heeft. En die niet durft uit te spreken naar anderen, maar die zijn gedrag of haar gedrag wel ontzettend bepalen. Gebeurt er in het huishouden vanaf dat moment heel veel. Dus er zijn een tegenbeweging en stilstand en... Ja, vooruit hollen bijna. En die Lieke Vallen, want zo heet de hoofdpersoon, ja, is daar als het ware een speelbal in die beide processen. Hoe komt dat thema, verkrachting, hè, want het had ook een ander onderwerp kunnen zijn, ja. Hoe komt dat nu op jouw pad? Ja, je zegt het goed, het kwam letterlijk op mijn pad, omdat een jaar of 5 geleden een vrouw, iets jonger dan ik toen, en nu nog waarschijnlijk, mij vroeg... Of ik haar verhaal wilde horen. Ze had mijn eerste roman gelezen, Verzwegen Oorlog, waarin ik een hoogbejaarde vrouw aan het vertel vanuit het perspectief van een hoogbejaarde vrouw. En ze vond dat ik dat verhaal zo integer had geschreven dat ik haar verhaal, dat ze nog aan niemand had gedeeld, niemand had verteld, ook zou kunnen beschrijven. En dat was het verhaal van haar verkrachting. Toen heb ik gezegd, dat wil ik doen. Je moet het me wel uitgebreid vertellen. En ik zal je ook tot in de details bevragen. Maar ik ga jouw verhaal niet navertellen. Ik ga jouw verhaal als aanleiding gebruiken voor een boek dat ik zelf maak. Dus Lieke Vallen, en mijn hoofdpersoon, wordt inderdaad ook verkracht. Net zoals deze vrouw die mij haar verhaal verteld heeft. Maar ja, daar lopen de vergelijkingen al uit elkaar. Want ik heb geen biografie van die vrouw geschreven. Het zou ook niet kunnen, denk ik. Maar toen ze met dat verhaal kwam, moest je er even over nadenken, want het is toch best wel een heftig onderwerp. Het is ook een onderwerp wat over een vrouw gaat. Ja. En jij als man, laat het maar zo even heel strak zeggen, hebt dat niet kunnen ervaren. En toch ga je erover schrijven. Ja. Je kunt je wel laten informeren, maar het lijkt me toch een heel, heel complex gedoe om daar een verhaal van te maken. Dat is het ook. Ik heb haar toen ze dat vroeg gezegd van, ik wil dat doen vrij snel, op voorwaarde dat ik mijn eigen verhaal mag maken en je me alles vertelt en me de anonimiteit van jou helemaal garanderen. Maar ik kan het nu nog niet doen, want ik was met mijn vorige boek bezig. En zij zegt, ja, het komt me goed uit, want ik ben er nog niet helemaal aan toe om het alles te vertellen. Nou, toen ik mijn vorige boek af had, heb ik contact met erop genomen en gezegd, en nou ben ik zover. Hoe staat het met jou? Nou, daar is een aantal afspraken uitgekomen. En inderdaad, ik ben een man. Zeg je, qua profiel sta ik aan de daderkant. Mannen zijn over het algemeen de verkrachters. Maar ik heb me dus heel goed proberen in te leven in dat meisje. Het kwam wel goed uit dat ik in de jaren 70 zelf nog
jong was, dus uitging, alles eigenlijk beleefd heb zoals zij het heeft beleefd, de hele sfeer in die tijd, hoe mensen uitgingen, de muziek, waarover gepraat werd, wat belangrijk was, wat in de kranten kwam en dat soort dingen. En ja, zo heb ik mijn eigen persoonlijke vallen, heb ik proberen te boetseren naar, nou, en dat kan ik natuurlijk nooit helemaal zijn, want ja, ik ben een man en ook nog een relatief oude kerel vergeleken met mijn hoofdpersoon. Maar daarvoor heb ik ook, toen ik het boek Goed en Wel aan het schrijven was en een stuk af heb ik contact gezocht met twee dames. Allebei te maken hebben met verkrachtingsslachtoffers, die dit soort meisjes behandelen. Dus die wel weten wat er in zijn meisje omgaat, die dat precies kennen. En dan heb ik gezegd, nou, willen jullie mijn boek lezen? En vooral met de rode potten, overal waar het niet kan, psychologisch gezien, waar ik als man in fout ga, geef me dat aan. En dat hebben ze gedaan. Zelfs in twee verschillende versies van het boek, want ze vonden het zelf heel mooi. En zo is er toch nog een levensecht meisje uitgekomen. Is dat een boek wat je in feite in één keer schrijft, dat je je daarop concentreert en dan maak je het ook af? Of zitten daar fases tussen dat je ook met andere dingen bezig bent? Ik heb het niet over eventjes, maar met een ander boek of nog met gedichten. Of zit je echt heel erg in dat proces om dat ook misschien wel heel erg goed te kunnen doorvoelen? Beide. Soms moet je het laten zakken, laten bezinken. Dan neem je wat afstand en schrijf bijvoorbeeld gedichten of een toneelstuk tussendoor. Het toneelstuk wat volgend jaar in Hoorn gespeeld wordt voor de graaf van Hoorn. Als die 450 jaar geleden is die onthoofd. En ik heb een heel groot buitenstuk geschreven voor de toneelclub. Dat heb ik tussendoor geschreven. Dat is voor mij een soort afleiding, een soort pauze. Dan kan dit bezinken. Kan ik mijn energie op wat anders richten. En als dat klaar is, kan ik weer met nieuwe energie en schoon en leeg in mijn hoofd eraan beginnen. En als je in dat proces zit, hè, je zit toch heel erg in dat leven van niet alleen die vrouw, maar een vrouw die dat meemaakt. Wat doet dat met je? Als je het van A tot Z kijkt en je bent op een gegeven moment klaar met zo'n boek, heb je dan zoiets van, het is toch een zware bevalling geweest? Het heeft 3 jaar geduurd, dus het is sowieso een zware bevalling geweest. Ook omdat ik niet tevreden was, snel. Mm-hmm. Want ja, ik wilde elke mogelijkheid vermijden dat ze zouden kunnen zeggen, kijk, heeft een lekker onderwerp, tussen aanhalingstekens, en daar wil hij over scoren. Dat wilde ik niet. Ik wilde heel inzichtelijk maken wat een verkrachting, en zeker als je 17 bent en volwassen moet worden, en in een milieu komt waar je geen begrip vindt, dat speelt er allemaal rondomheen, is wat het met een mens doet en wat het voor een gevolg heeft, voor het leven van mijn hoofdpersoon, in dit geval, hè. Maar ook voor die vrouw die het daadwerkelijk overkomen is, mijn seksvrouw, die daar nu, oud zal ze zijn, een jaar of 7, 58, nog steeds last van heeft. En nog steeds niet aan de omgeving heeft verteld wat er is overkomen. Maar er wel elke dag last van heeft. Is dat ook een beetje wat meespeelt, misschien onbewust, dat ook een boodschap is die je wil meegeven en dat misschien dat je voor jezelf ook eens op een rij wil hebben? Ja, kijk, zo'n boek heeft verschillende lagen. Dat is natuurlijk het verhaal, hè, dat je snel wil weten naar het einde toe. Maar ja, jij noemt boodschappen, dat zou kunnen. Inzichtelijk maken wat zo'n meisje meemaakt. Maar ook wat het met een gezin doet. Als iedereen met zijn problemen zit en die maar geheim houdt. Dan niet over praat. Wat die zwijgzaamheid in relaties met mensen met elkaar hebben, maar ook wat het met jezelf doet. Nee, dat speelt allemaal in dit verhaal. Ja, zou het ook typisch iets van die tijd zijn? Ik neem aan dat je bewust gekozen hebt voor een familie die in dat soort jaren, hè, een samenstelling van vader, moeder, kinderen, en het ziet er onwaarschijnlijk allemaal heel erg harmonieus uit. Ja. De vader speelt de baas, hè, dus de man. Ja. En niet over praten, niet zeuren, ga maar werken, ga maar gewoon naar school toe. Ja, ja. En de moeder, die zwijgt, die stemt toe. Ja. Maar ondertussen leidt ze, want ze begrijpt dat heel goed. Ze begrijpt het goed, in ieder geval ze zit met haar eigen lijden dat eerder was dan dit. Ja. Ja. En dat los op,
door te zeggen, je moet als vrouw sterk zijn. En dat zegt ze dus ook tegen haar dochter die verkracht is. Je moet als vrouw sterk zijn. Ja. Niet over praten verder. Ja, dat kan dat meisje niet. Dat wil dat meisje niet. Maar het is wel een tijdsbeeld, ja. Ja, direct na de oorlog was het van schaffen, schaffen, Hausenbouw, aanpakken, niet kletsen. En niet omkijken, niet achterom kijken vooral. Ja, in de jaren 70 is toch nog een uitloop van die tijd. En zeker mensen die in de jaren 60, 70 volwassen zijn, hebben die jaren 50 tijd nog helemaal meegemaakt. En dat zie je ook in dit gezin, een keurig gezin. Vader is bestuurslid van de Harmonie, is aanzien in het dorp, hij is onderwijzer geweest. Hij huurt vier plaatsen in de kerk voor zijn hele familie. En kortom, hij geniet achting. Dat is verschil, dat is de buitenkant. Je kunt tot aan de deur kijken, maar daarachter niet. En dat was van die tijd, maar volgens mij is het ook nog van deze tijd. Minder, denk ik. Ja, het zou kunnen. Ik denk dat we nu wat meer uitgesproken zijn. Het viel me ook op dat ze erg brutaal is. Toen dacht ik, opstandige tiener. Ik zat aan mijn eigen jeugd te denken, omdat ze dezelfde leeftijd heeft. Dacht ik, goh, ik zou dat toen zo niet gedurfd hebben, maar misschien wel gewild. Hè? Het hoort een beetje bij, hè, de puberteit. Dat is ook erg grof, moet ik zeggen. Het is haar volwassenwording, maar ze krijgt niet de kans om op een normale manier, zoals jij dan, volwassen te worden. Want ze is tot in het diepst van haar zijn, en ook van haar mens zijn, van haar vrouw zijn, gekrenkt, ze is verkracht. Daar vindt ze geen gehoor voor. Ik bedoel, als ik daar een doetje van had gemaakt, dan had ik een heel ander meisje gekregen. Deze die wil gehoord worden, die wil met haar problemen. Maar ze is haar hele leven al. Dat verhaal speelt vooraf. Als kind is ze al door die vader gebrutaliseerd. En op het internaat waar ze heeft gezeten. Dus ja, er is maar één manier om zich te laten horen. En dat is hard om zich heen roepen. Ja. Dus die opstandigheid van haar past bij haar leeftijd, haar puberteit, maar ook bij de situatie waarin ze die puberteit moet zien te overwinnen. Heb je van tevoren, als je dat boek gaat schrijven, heb je dat plaatje in grote lijnen zo klaar liggen, de structuur, dat zij heel erg heftig puberaal gedrag toont, dat de zus heel vervelend is en dat de vader dominant is, dat de moeder zacht is. Weet je dat of ontstaat dat met schrijven? Allebei. Ik weet het, maar tijdens het schrijven ontstaan de nuances. Vallen er dingen af en ga je op een bepaald aspect ga je door. Hè? Bijvoorbeeld zij en haar vader, ja, je hoeft elkaar maar aan te kijken, dan botst het al. Hè? Omdat ze naar elkaar toe geen enkele redelijkheid meer afnemen. Hij denkt, wat word ik toch gestraft met zo'n dochter? Hè? En ze heeft nog wel een IQ van 136. Hè, ze kan alles aan in de hele wereld en ze zet mij en de hele familie te schande en zichzelf ook. En die dochter die denkt, verdorie, er wordt alleen maar naar mij maar gekeken dat ik de ideale dochter ben. Dat de buitenwereld zegt, dan moet je kijken bij die familie vallen wat het daar goed loopt. Maar wat ik zelf ben en wat er in mezelf omgaat, dat telt niet als we het voor de buitenkant maar glad hebben. Vandaar dat die karakters zo heftig met elkaar botsen. Ja, en dat is één. De oorzaak daarvan is ligt bij de vader en die wordt gaandeweg het boek wel duidelijk. Maar dat moet de lezer zelf lezen natuurlijk. Dat moet de lezer zelf lezen. Een roos vol splinters. Als je die titel ziet en je hebt het boek nog niet gelezen en je weet niet waar het over gaat, dan heb je geen idee. Het gaat ergens over. Het klinkt een beetje romantisch, een roos. En op een gegeven moment dan ontdek je wat die roos vol splinters is. Ja. Ja, een roos is inderdaad een romantisch symbool voor alles en nog wat, voor liefde, voor vrouwelijk schoon, voor bepaalde fysieke aspecten van een vrouwenlijf. Ja, allemaal heel romantisch. Ja. Maar ja, romantiek die kan ook eens een tegendeel verkeren. En dan bijvoorbeeld de roos vol splinters, dat kan. Dat kan heel heftig zijn. En als je verkracht bent, zoals deze jonge dame, en je vindt geen gehoor en je het nog niet opgelost en je hoofd blijft er doorzeuren, dan blijft dat ook in je lijf, want het slaat in je lichaam. En dat trauma, dan komt ze achter op het moment dat ze verkering krijgt. En ze denkt, nou wil ik mezelf wel geven aan de jongen die ik heb uitgezocht en van wie ik houd. En dan blijkt dat die verkrachting, waarvan ze dacht dat die misschien toch wel een stukje voorbij was, dat die in alle hevigheid opnieuw toeslaat met haar roos vol splinters.
Ja. Ik ga niet vertellen hoe het afloopt, hoe triest het ook allemaal is. Hè? Nou, het loopt wel hoopvol af. Hoopvol. Het is een heftig verhaal. Het is ook een roman. Hè? Ja. Iedereen kan het lezen die het wil. Ja. Dankjewel voor het interview.